Hij is rond, niet vierkant. Mag ik wel wat zeggen? Bekende Brabander Frank Lammers trok zich zondag samen met jong toneeltalent terug in het patronaat van zijn geboortedorp Mierlo om een complete voorstelling in één dag in elkaar te zetten en te spelen. Dit jaar heeft Lammers gekozen voor een preview van de musical Spamalot, gebaseerd op de komische film Monty Python en de Holy Grail uit 1974. Het is geen makkelijke tekst, geloof ik. Nee, het is best moeilijk. Maar ja, we moeten het gewoon vertalen. We moesten al dat eerst Engels en nu moesten we naar Nederlands vertalen. Dus het was best wel moeilijk, maar het is wel gelukt. Vind je het wel een beetje leuk? Is het, ja, het is inhoudelijk wel, leuk? Het is wel heel leuk, want dadelijk gaan we gewoon spelen en zo en dan wordt het gewoon superleuk. Dus ja, het is nou wel leuk. Wat ben je precies aan het doen nu? We hebben net de teksten vertaald en we zijn nu onze rollen aan het verdelen en de teksten aan het markeren. Het kan natuurlijk niet een stuk vertalen en instuderen en vanavond uitvoering. Dus, maar ja, tegelijkertijd kun je dan als publiek ook niet verwachten dat het helemaal goed en dat is ook de charme daarvan natuurlijk. Gaat het lukken in één dag? Ik denk van wel, het is wel moeilijk om zoveel tekst in één keer te leren, maar het lukt denk ik wel. Hoe loopt zo'n dag? Hoe is die sfeer? Hoe gaat dat? Hectisch. Het is een totaal hectische toestand. Het is gewoon een 10 uur lang vliegen en dingen bij elkaar verzinnen en doorbeuken en uiteindelijk zijn we toch altijd precies op tijd klaar. Waarom doe je mee vandaag? Omdat ik het heel leuk vind. Om te acteren en ja, het leek me heel leuk. En hoe is het met Frank Lammers? Is het leuk? Ja, ik vind hem heel aardig. Jij maakt ons niet bang, Engelse zwijnhond. Engelse zwijnhonden. Ik ga je achterwerken, kokka. Zoon van een raar persoon. Ik vind het wel heel bijzonder wat hij allemaal heeft gedaan. Dat hij gewoon, weet je wel, het is toch ons dorpje. Dat hij daar gewoon uit voortkomt en dat hij gewoon zegt van ja, ik ga toneel spelen en daar ook echt doorbreekt. Ik denk wel dat als je dat nagaat, dat er dan een soort van voorbeeld is. Dat je niet per se via erin hoeft te komen, maar ook gewoon zelf kan presteren. Heb je er vertrouwen in vandaag? Tuurlijk, het zijn mierloze jongeren, dat kan toch niet misgaan. Kom op. Wij zijn op zoek naar mannen die op zoek zijn. Ja, dat is